Minister Ruben Permeser van LVV heeft samen met Umar Taus, voorzitter van de Vereniging van Exporteurs van Agrarische Producten in Suriname, afgelopen zaterdag een bezoek gebracht aan het agrarisch bedrijf GOPEX Internationaal. De bewindsman zegt dat dit bezoek een stimulans is naar de Surinaamse exporteurs toe. In verband met de nieuwe EU-maatregelen is er een 100% inspectie op alle exporten van groente en fruit ingevoerd. Het ministerie tracht hiermee onregelmatigheden tot een minimum te beperken. De bewindsman bekijkt de mogelijkheid om dezelfde maatregel te doen gelden voor groente en fruit die op de lokale markt worden gebracht. Permeser vindt het ongehoord dat de samenleving wordt opgezadeld met bespoten groente. Ook zal de certificering ter hand worden genomen, zodat de samenleving een keus heeft om te kiezen voor veilig voedsel.